Jongens, daar zijn we weer. Welkom in een nieuwe Content Veen aflevering. We lopen hier rond in het prachtige industrieterrein. Waar de ijzerfabriek lekker aan het shine is. Oh, zo mooi. Voordat ik jullie de makelaar aan de binnenkant ga laten zien, want ik heb een postdingetje gekregen waarin staat: beste makkers, je makelaar is ingericht. Ik hoop dat je tevreden mee bent. Aangezien je mij nog 8 diamond verschuldigd bent, heb ik een deal voor je. Je hoeft niks voor de inrichting te betalen. Maar ik wil wel graag een samenwerking. Ik kan sommige huizen die jij te koop hebt staan inrichten. En dan kan jij er meer geld voor vragen. Dat klinkt helemaal top. Zij wil natuurlijk wel een klein percentage. En als jij je huis verkoopt, kan je de klanten naar mijn winkel sturen om het te laten inrichten. Groetjes, Floor, oftewel van de interieurstore. PS, die 8 diamonds die je mij nog schuldig bent, wil ik wel nog graag hebben. Nou, hartstikke leuk. Maar voordat ik de binnenkant ga laten zien, jongens, kijk, ik ben weer in een andere ruimte. Ja, het is weer zover. Maar verder maakt het allemaal niet uit, natuurlijk. Alleen, ik ben hier nog niet helemaal tevreden over mijn belichting. Dus als ik er nu een beetje gek uitzie of zo. Of je denkt, waarom is belichting zo anders? Boeien, let er niet op. Het ziet er gewoon prima uit. Maar goed, de interieurwinkel, jongens. Laten we even naar binnen gaan. Ik ben zo benieuwd. Ik heb namelijk oprecht nog niet gezien. Dit mag wel weg. Ik doe hem gewoon weer zo. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet. En... boom! Oh! Oh! Dit ziet er clean uit. Damn! Huh, wel heel anders dan dat ik had gedacht dat het zou worden. Want ik had daar een balie verwacht. En daar een balie verwacht als het ware. En hier ook. Dus het is wel heel anders. Maar het ziet er wel cool uit. Wacht even hoor. Hier is dan een balie waar ik misschien mensen... van, ik weet het niet. Ik moet even herkalibreren als het ware voor mezelf. Het ziet er wel heel mooi uit. Heel anders dan verwacht, maar wel heel cool, Floor. Wat we dan gaan doen, hier kunnen mensen denk ik een boekje achterlaten met... Yo Max, ik wil dat jij hier een huis of fabriek gaat bouwen. En dan reageer ik daar natuurlijk op. Yo beste klant, dat is helemaal prima. Dat kost je dan een stack diamonds of zo. En aan deze kant wil ik eigenlijk dan... ja, dit gaat dan waarschijnlijk wel weg. Dit stoeltje en de tafeltje hier. Want hier wil ik wel nog steeds een map hebben met waar alles te koop staat. Maar Floor, naast dat ziet er goed uit. Laat ik gelijk gewoon even 8 diamonds aan je betalen. Natuurlijk heb ik dat, jongens. Ik heb de grote speur toch heb ik gewonnen. Hè? Dat weten jullie van de vorige afleveringen. Wij hebben diamonds voor deze. Laten we die gelijk even afleveren hier bij Floor in de interieurstore. Waar gaan we dat doen? Deze winkel wordt gesponsord door Ben's Banner. Ben's Banners. Nice. Leuk. Heel leuk. Floor, ik laat het hier achter. Zo. 8 diamonds met een bordje erop. Oh, met een bordje erop. Voor Floor streepje Max. Hoppakee. Dus dan is het nu tijd om de map hier te maken. Ik wil hier een grote map hebben. Met daarin alle huizen die te koop staan door de hele stad. Door de hele stad verspreid gewoon. Kunnen mensen hier komen en zeggen, hey, ik wil huis die blablabla. Plaatsen ze hier echt bestelling of zo. Of dan kopen ze hem. En dan mogen ze er gewoon heen om te kopen, weet je. Maar dan kunnen ze hier zien wat er allemaal nog te koop staat. Dus daarvoor heb ik nodig heel veel empty maps. En item frames. En item frames maak je volgens mij met goud en redstone. Oh nee, het was ijzer met redstone. Helemaal geen goud met redstone. En ik heb hier nog ijzer. Volgens mij is dit de manier om een kompasje te... Hoe maak je ook weer een kompas? Kompas. Oh, maar deze heeft ook meer ijzer nodig. Nou, gelukkig hebben wij een grote ijzerfabriek. Maar je gaat me niet menen dat Anna gewoon niet ijzer verkoopt. Ze koopt alles wat je met ijzer kan maken. Behalve ijzer zelf. Bruh. Maar ik heb wat ijzer gepakt uit de ijzerfabriek zelf erachter bij de farm. En daar heb ik gewoon wat diamonds achtergelaten. Kunnen we daarvan wat kompassen? Oh mijn god, het zijn er maar 7. Ik heb meer nodig. Oh, maar deze. Trouwens, had ik hierboven niet... Oh mijn god, dit is wel een hele geheime missie dan die ik moet doen. Maar hier had ik volgens mij nog empty maps liggen of niet? Oh mijn god, dit zijn al oude mappen gewoon. Oh, hier heb ik niks aan. Nevermind. Laten we hier snel uit het kasteel gaan voordat Frederik het door heeft. Weet je wat, jongens? Ik ga wel gewoon van alles even regelen. En dan zie ik jullie zo meteen als ik gewoon genoeg spullen heb. Tot zo! A few moments later. Alright, jongens. Ik heb het gefixt. Ik heb behoorlijk wat itemframes had ik nog over. Omdat we ooit een keer natuurlijk alle itemframes uit de stad verwijderd hadden. Ik heb uiteindelijk nog best wel wat dingen kunnen fixen. En zo best wel wat moeten betalen ervoor. Maar dat maakt verder ook niet uit. Ik heb in ieder geval hier een grid van 4x4x4 gebouwd. Ik denk dat ik hier de stad wel in kan passen. Als je ongeveer het kasteel hier hebt. Nieuwe gedeelte hier. Oude gedeelte hier. Gok ik dat het wel past. En anders moeten we gewoon zo gaan uitbreiden natuurlijk. Maar ik hoop dat dit groot genoeg is. Maar laten we daarvoor beginnen met de allereerste empty map. Hoppa, wat is dit? Oh, dit is de dam. Zo zou ik voor me zien. Hoe moet ik dit voor me zien? Zo, volgens mij, denk ik. Ja, want hier komt dan het kasteel. Ja, kijk, kijk, zo is het goed, zo is het goed. Uiteindelijk moet ik ook met banners gaan werken en zo. Maar ik leer wel hoe dat werkt. Laten we eerst in ieder geval de kaart hier even helemaal maken. Dan moet ik de volgende bij de fabriek hebben. Aan de ene kant van de fabriek en de andere kant van de fabriek. Gaan we even doen. Betekent dus hier op het dak eentje, zo, donk. Ja, vervolgens op deze kant van het dak eentje, donk. Juist. Zie ik wel dat ik even daar even helemaal heen moet vliegen, zo. Dan hier bij het huis van Nathan vervolgens. Donk. En laten we hiermee even terugvliegen om te kijken hoe het eruit ziet op de kaart daar of op de muur. Voordat ik dubbele mappen ga maken of zo, weet je. Die volgens mij hier. Ja, kijk, dat klopt. Deze kaart dan hier juist. En deze doen we hier. Oh, dit gaat er goed uitzien, jongens.
Uiteindelijk moeten we wel een nieuwe maken als het virus natuurlijk weg is. Maar voor die tijd gaat dit er zo cool uitzien. Hè? Als de hele kaart... Oh, dit, ik heb hier zoveel zin in om dit te doen. Oké, laten we dan nu dat hoekje pakken en dat hoekje. Wat dus gaat zijn hier op de bank. Juist. Dan daar bij Ben's Banner, I guess. Hier. Hoppa. En daarmee vliegen we gelijk even terug. Oh nee, mijn headset is leeg. Kijk, ja, ik weet niet of jullie het zien, maar hij geeft een rood lampje aan. Dus dat betekent dat ik moet opladen. Nu moet ik Minecraft spelen zonder geluid. Gewoon zonder headset gaan we gewoon even verder. Jullie horen het als het goed is nog wel, maar ik hoor gewoon niks meer. Maar het is heel raar om te zitten zonder headset. Oké, laten we die dan even zo plaatsen, ja. En dan die hier, juist. Wow, dit ziet er cool uit, hé. Man, waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Gewoon zo'n grote map maken. Heb ik ooit een keer gedaan toen de stad echt zo klein was. Maar nu is hij groot. Zo, dan hebben we nu alleen nog het oude gedeelte erbij. En dan past het gewoon perfect. Als ik het zo zie, denk ik zelfs dat het past in een 3x3. Alleen ja, het moet wel 4x4 zijn natuurlijk. Of 4x3, sorry. Doen we hier, zonder dat we het virus aanraken, op het plein doen we er één. Oh, daar staat wel een guard. Daar moet ik voor oppassen. Doen we er hier ook eentje. Zo. Dan pakken we daar boven onze... geheime raketlanceringplatform hier. En dan ook nog ongeveer hier. Zo. Vraag me af wat ik nu nog moet doen. Want volgens mij heb ik alles al. Ik denk dat die vierde rij helemaal nergens voor nodig is. Oh man, ik voel me zo ongemakkelijk zonder mijn headset. Het is heel raar. Het is zo stil. Kijk, deze gaat boven. Zo. Die gaat eronder zo. En dan die gaat hier. Ja, dan heb ik helemaal die andere niet meer nodig, die rij. Alleen het ding is, nu kan ik hem niet in het midden doen. Dat is nou weer net vervelend. Ik wil hem wel heel graag in het midden hebben. Dus ik denk dat ik deze gewoon doe. Dan het pad maar misschien een keertje verder moet bouwen. Of hier grote farms moet gaan maken. Dat dit één grote farmland wordt. Maar wow, wat ziet dit er cool uit, hè? Dit is gewoon de stad vanaf boven. Best wel cool. Nou, laten we die laatste drie maar gewoon even doen. Anders is het een beetje ook lullig dat die zo leeg zit. En anders is het ook niet in het midden en zo. Dat kunnen we net zo goed gewoon even doen. Zo, als het goed is, jongens, zit er zelfs een stukje jungle bij. Hier, let op, hè. Als we die dan aansluiten en dan die ook. Hier, volgens, ja, hier, kijk, er zit gewoon een stuk jungle zit hier helemaal bij. Nee, maar dit ziet er prima uit. Weet je, het feit dat nu hier even wat niks zit, is niet erg. Misschien dat we dan een keer een pad maken. En hier nog wat boerenhuisjes plaatsen en zo. Dat het een beetje, alsof de stad om zich heen ook nog een beetje bevolking heeft. Weet je, in plaats alleen maar binnen de muren. Oeh, dat is trouwens wel cool. Als dit gedeelte hier af is om dan hier een project te starten, jongens. Dit gebied. Zo'n heel pad naar voren toe. Een pad naar de jungle hier toe zo. Grote farms. En dan bedoel ik dat eigenlijk gewoon weed farms en zo. En aardappel en wortel, weet ik veel wat. En dan simpele boerenhuisjes af en toe ertussen met molentjes. En hier, oh, dat gaat er zo cool uitzien, hè. En stel, we breiden de stad nog een keertje uit. Dan weet ik al precies waar. Dan gaat dit gedeelte hier zo, hoppa. Dat wordt ook voor mij. Dan wordt dit een en al stad. Gewoon dat de hele map hier stad is, imagine. Wat een droom. Maar nu, laat ik mijn pet even afdoen. Want volgens mij, als ik mijn pet op heb, zien jullie echt een zwarte schaduwlijn. Waardoor jullie mijn ogen bijna niet zien. En dat zeg ik, mijn belichting heb ik nog niet ideaal geregeld. Dus laten we heel even mijn pet afdoen, zodat jullie in mijn oogjes kunnen kijken. Oké, nu is de map gefixt. Wat we dan gaan doen, is hier met die banners kijken of we huisnummers toe kunnen voegen, weet je? Daarvoor heb ik een lege banner nodig. Nou, we hebben hier bewijs van een paar rode. Die gaan we even nemen, weet je? En dan moet ik hem renamen, volgens mij. En dan doen we het even... Maar, oh mijn god, ik heb geen XP. Oh, we moeten naar de winkeltje. Welkom in de Annie Heijn, want hier kan ik, als het goed is, en chal met bottles kopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Waarom krijg ik mijn XP niet? Huh? Oh mijn god, dat is mijn mending natuurlijk. Ik denk al, wacht, laten we eerst even mijn mending repareren. En tegen de tijd krijg ik op een gegeven moment... Ja, kijk, daar is het al. De XP. Zo, level 13. Helemaal prima. Gebruiken we deze anvil, komt-ie? Makelaar. Zo schrijf je dat toch? Huh? Wat een raar woord. Makelaar. Prima. En als het goed is, als ik deze bewijs van hier hang zo. En dan even kijken hoor. Deze map pak. En dan rechter muisknop doe op die banner. Ja! Oh, wow, wat werkt dit goed. Moet je zien, jongens. Kijk, makelaar, maar dan schuin. Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Het zat schuin. Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Man, waarom moet het nou schuin staan? Oh, dat is echt heel ongemakkelijk dat daar makelaar schuin staat nu. Maar het werkt wel heel goed. Op deze manier kan ik nu, jongens, kan ik gewoon duidelijk huisnummers aangeven. Dus laten we even dit een beetje doen. Ik ga zoveel mogelijk doen. En dan ben ik zo bij jullie terug als het gewerkt heeft. A few moments later. Alright, jongens, daar zijn we weer. Ik ben echt een uur verder in het leven inmiddels. Want ik heb zoveel gedaan qua... Ik laat het allemaal zien gewoon, weet je. Ten eerste, als ik al deze mapjes hier ga plaatsen, dan ga je zien... Er zijn allemaal huisnummertjes te koop hier. Het ziet er zo cool uit. Oh mijn god, ik ben deze hiernaast vergeten hier beneden. Maar dat gaan we nog doen. In ieder geval, het oude gedeelte heb ik elk huis dat te koop staat... en een locatie die leeg is waar nog gebouwd kan worden. Dat zijn nummertjes. En om het dan even uit te leggen, wat is dan 24 te koop, 20 te koop, 16 te koop, 17, 13, 11, 9, 7? Ik heb letterlijk elk gebouw in de hele stad... Oh, het is aan het regen en het is nacht. Dat gaan we niet doen. Ik heb... Elk huis, maakt niet uit wat voor gebouw het is, in de stad heb ik een huisnummer gegeven van 1
2, 3, 4 tot en met volgens mij nummer... Dit is de allerlaatste hier. Even kijken. Nummer 56. Dus ik heb 56 verschillende gebouwen in de stad heb ik een nummertje gegeven. Dus het maakt niet uit waar je nu komt hier. Dit is 53. En dan zou ik nu echt een heel stuk daarin vliegen. Bijvoorbeeld naar het huis van Anne. Dan zou je komen bij huis nummer 36. Nou, kijk, weet je, dan kunnen we gewoon een keertje georiënteerd elk huisje zien. Dit heeft ook een huisnummer. Dit zal wel 35 zijn. Yep. Maar als we naar de huisjes die nog te koop staan gaan kijken. Of hier bijvoorbeeld een leeg huisje. Dat is 33. En dit hier is huis 31 te koop. 20 diamonds bij de wandelmakelaar. Hetzelfde geldt voor deze. 5 diamonds bij de wandelmakelaar. En zo kunnen mensen ze via mijn makelaarswinkeltje kunnen ze hem vinden. Kijk, ik ga dat dan wel even met de laatste doen die hieronder ook zijn. Ik moet namelijk nog de twee buurhuisjes moet ik hier doen. Hoe ik dat dan ga doen? Dus dan lopen we hierheen. Lopen we naar binnen. Dit is huis nummer 54. Maken we eerst dit. Zeggen we 54 te koop, want dit staat te koop. Plaatsen we de banner even helemaal in de hoek hier. En dan doen we zo. Hoppa, kijk, er staat er 54 te koop ineens op mijn banner. Of op mijn map. En natuurlijk moet het ook met dit huisje hier. En dit is huis nummer 56, wat we dan doen. 56 te koop. Verstoppen we de banner eventjes daarachter. En dan doen we zo. Hoppakee. 56 te koop staat er ook tussen. En als we deze map dan weer hier tussen de andere plaatsen. Dan... Boom. Oh, dit ziet er zo goed uit. Dan kunnen mensen gewoon hier binnenkomen. En dan denken, oeh, er staat nog best wel wat te koop in de stad, weet je. En dan gaan ze even kijken. 54. Lopen ze erin, zien ze hoe duur het is. Betalen ze hier. Hoef ik niet elke keer te checken of het betaald is, weet je. En zo wordt ik rijk. Het is gewoon echt een big brain bedrijf is dit geworden, jongens. Volgens mij staat er voor de rest niet zoveel te koop. Nog niet natuurlijk. Hier komen nog meer dingen. Hier heb ik ook nog niet dingen gelabeld. Het hele industrieterrein. Want dat wordt nog uitgebreid, weet je. Dus gaan de nummers een beetje random tegenover elkaar staan. En ik wil het wel een vloeiende lijn hebben. Dat kan je ook een beetje zien. 7, 8, 9, 11, 13. Zie, het gaat een beetje in een vloeiende lijn. Gaat het deze kant op. Maar goed, ik heb ander goed nieuws, jongens. Terwijl ik met dit bezig was, keek ik even naar mijn aantal abonnees op mijn kanaal. En ik kan met trots mededelen dat we eindelijk de 200.000 abonnees hebben behaald. Hoe leuk is dat? We zitten nu op 200.017 abonnees. Dus jongens, dank jullie wel voor het abonneren op mijn kanaal. Ik waardeer het echt. We zijn inmiddels op de... Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. We zijn inmiddels gewoon op de 200.000 abonnees. Laten we kijken of we naar de 300.000 kunnen. En wie weet zelfs een keer de 400.000 en dan 500.000. En we gaan gewoon door. We gaan niet stoppen. We kijken gewoon lekker hoe ver we kunnen komen. Ik vind het hartstikke leuk. 200.000 is lekker motivatie weer. Niet dat ik niet gemotiveerd was. Maar dit is wel heel leuk om naar te kijken. Maar goed, dat is niet belangrijk voor deze video. Jullie zijn natuurlijk lekker hier voor Minecraft, niet voor mijn abonnees. Laat ik nu even hier wat duidelijkheid neerzetten. Misschien dat ik dat dan in zo'n lectern ga doen. En die heb ik nog. Dat ik hier een lectern in het midden plaats met wat de bedoeling hiervan is. Zo, ik heb even een lectern opgehaald bij mijn huisje. Die plaatsen we dan denk ik gewoon hier. Oeh ja, dat staat mooi. Oh ja, trouwens, dat had ik jullie helemaal niet verteld. Maar ik had dit gewoon aangepast. Ik heb deze hele ding, heb ik uiteindelijk toch rechtop gezet en zo geplaatst. Maar dat heb ik totaal niet eens iets over gezegd. Het was er gewoon ineens. Maar ja, inderdaad. Ik vond het toch mooier om het zo te doen om 3x3. Aangezien dat je anders je zo'n leeg plak en zo. En anders moest je hoofd schuin houden. Dit is gewoon allemaal net wat beter. Oké, dan gaan we het boekje die Flora mij gegeven heeft. Waarmee ze geschreven heeft over dat mijn makelaar klaar is helemaal leeg doen. En dan gaan we even zelf wat schrijven. Alright jongens, we hebben hem geschreven. Beste klant, hierboven staat de kaart van Kingdom Content. Op deze kaart kan jij alle huizen zien die te koop staan. Of plekken waar lege erven zijn voor constructies zien. Zie volgende pagina. Dan komt de uitleg. Kopen. Elk huis is tegenwoordig genummerd met een huisnummer. Vind je huis in de stad, op locatie zal je de prijs aantreffen. Laat de betaling achter bij de kassa en de makelaar. En sloop de rode banner in huis na aankoop. Als ze die banner namelijk slopen, jongens, dan verdwijnt ook het nummertje hier dat het te koop is. Waardoor, poep, hij staat niet meer te koop. Leeg erf. Leeg erf zijn ook aantoonbaar op deze kaart. Laat hierachter bij het bureau een aanvraag achter. Oh, dat klopt niet. Laat hierachter bij het bureau. Oh jawel, laat hierachter bij het bureau een aanvraag achter wat jij op dit lege erf wilt hebben. Ik zal dan met een prijs komen en onderhandelingen. Nou, ik vind hem helemaal prima. Laten we die dan gewoon hier doen. Die zit er mooi in. Dan hebben we een kassa nodig. Kassa komt hier. Bij de balie hier doen we zo. Kassa. Hoppakee. Nou, trouwens, nee. We doen de kassa. Ja, daar maken we wel hiervan. Kassa, kijk. Het hoeft niet specifiek groot in beeld of groot op de balie. Natuurlijk, we doen hierachter gewoon de kassa. Dan kunnen ze betalen. En dan hier ergens doen we de aanvragen. Even denken, waar doe ik die? Laten we de aanvragen hier doen, zoals dit. Kijk, zo. Aanvragen. Hoppakee. En dan moet ik alleen nog wat boekjes hebben die, waar kunnen ze die dan pakken? Hier. Hier ga ik boekjes doen die ze kunnen pakken. Even denken, hoor. Maar dan moet ik even wat boekjes kopen bij Anne de bibliotheek. Oh, maar mijn vuurwerk is op. Staat daar beneden een ender chest? Ja, nice. Zo, daar is de bibliotheek. Gaan we even wat boekjes kopen. Want mensen moeten natuurlijk wel boekjes hebben om aanvragen te kunnen doen. 3 boekjes vast voor 1 diamond. 1, 2, 3 is 1, 2,
3 diamonds. Prima. Moet ik even wat weggooien. Ik gooi deze sign wel weg. 1, 2, 3. Zo, die doen we dan hierin. 1, 2, 3. Gaan we terug naar de makelaar. Want ik wil niet dat ze elke keer naar de bibliotheek moeten lopen om boekjes te kopen, weet je. Nee, ik wil wel gewoon dat ze hier ter plekke in deze kist al boekjes kunnen pakken. Want het is wel een dure, luxe winkel is dit, hè, jongens. Het is geen stomme winkel dit waar we zijn. Oké, als het goed is heb ik dan alles geregeld. Ze kunnen hier de huizen zien. Ze kunnen hier aanvragen doen voor lege erven. En ze kunnen hier betalingen doen voor huizen die ze willen kopen. Nou, dan is de makelaar officieel geopend, jongens. Ready for business. Hoe leuk is dat? Alright, en dan nu, jongens, laten wij weer even lekker een timelapse induiken waarin wij wat bouwwerkjes gaan doen. Ik twijfel of ik daar ga bouwen, of dat ik hier ga bouwen, of daarboven, of hier beneden dingen ga aanpassen. Jullie gaan het wel gewoon zien. Ik ga wel gewoon de timelapse aanzetten en dan beslis ik later wel wat ik ga doen. Voor jullie is het gewoon elk moment te zien. Als je tot dit punt in de video bent gekomen, reageer dan even 200k met gemakkes. En vergeet zeker niet de video te liken en te abonneren. Veel plezier met kijken in deze timelapse. Dus dan zijn we weer. En ja, we zijn weer in de andere ruimte. Want we zijn ook een dag verder in het leven. Oh, wat spannend. En zoals jullie op de timelapse konden zien, jongens, is er zoveel gebeurd. En ik ben zo ontzettend blij met het resultaat. Oh my days, wat is de dam in één keer bovenop gezellig. Dat huis is lijp, daar ben ik heel blij mee. Er wordt de vuurwerkwinkel van Julian. Ik leg zo meteen wel een beetje meer erover uit. Maar de dam bovenop was zo kaal. Ik dacht, weet je wat, we gaan hem een beetje proberen aan te kleden. En het is zo leuk geworden. Imagine wat je hier ziet, maar dan ook nog een beetje daar en zo. En dan hier bij het watergezelligheid. Oh, wat gaat het lijp worden. Laat ik even een rondleidingje geven. Als we hier bij Post Pizzeria zijn, lopen we door, komen we natuurlijk bij de straat hier die we inmiddels al kennen van de vorige aflevering. Dan ga je hier de dam op. En als je de beacon ook even wegdenkt, die hoort je nu natuurlijk niet. Dan hebben we hier het eerste huisje met sandstone. En dit gaat het laatste huisje zijn met sandstone in dit gebied. Puur om de overgang van Post Pizzeria naar dit gebied net iets subtieler te maken. In plaats van sandstone en dan voor de rest niet meer. Omdat het daar ergens ook nog met sandstone gebouwd is. Voor de rest hebben we daar gebouwd met calcite. En voor de rest daar met clay. Met terracotta bedoel ik. Diorite. En gewoon met baksteen. 3 verschillende blokken in 1 huis zitten daar verstopt. Heel lijp. Ik leg zo meteen wat meer over het huis uit. Maar ja, dit huis gaat dus te koop zetten. Het ziet er nu heel klein uit. Maar ja, het voordeel is, je kan natuurlijk hier gewoon allemaal gaan hakken. En dan wordt het veel groter. Dan lopen we over de dam. Heeft uiteindelijk normale belichting in plaats van gewoon random dingen op de grond. En dan hebben we 1 laatste kraampje hier voor de gezelligheid en een beetje kleur op de dam. Weet je, ik dacht, ik wil dat rooie een beetje terugbrengen. Wat je daar af en toe ook ziet. Moet ook hier even terugkomen. Kan iemand dit kraampje claimen? Wie hem wil, maakt mij allemaal niet uit. Want je hebt echt perfect zicht. Als je hier zo kijkt, kijk je naar de bank, naar de bootwinkel, naar weet ik voor wat allemaal. Het meer is zo. Dan draai je om en dan zie je gewoon precies de fabriek. Je staat gewoon in het midden van de ijzerfabriek. Dat is pas cool. Lopen we door, hebben we hier hetzelfde soort belichting. Dan hier het huis wat van calcite gemaakt. Hetzelfde verhaal. Als je dit weghakt hierachter, dan heb je echt mega veel. Nou, op zich best wel veel ruimte. Hier, kijk, zie je. Je kan best wel wat doen. Dus voor degene die dit wil, het is groter dan dat je denkt dat het is. Dan gaan we hier omhoog lopen met het trappetje. Zo. Dit is nog leeg. Hier wil ik nog even tijd voor nemen. Omdat, ja, mijn hele opslag met al mijn spullen en zo. Die vooral mijn stenen zo ligt hier. Moet ik dan eerst van plaatsen, daar heb ik gewoon geen zin in. Dan aan de achterkant ziet het er een beetje zo uit. Heb ik toch de anvils en de cooldrons heb ik teruggebracht. En dan de vuurwerkwinkel, jongens. De vuurwerkwinkel van Julian gaat het worden. Ik heb hem gemaakt, ik ben heel tevreden. Ik heb het rode weer teruggebracht, wat ik daarmee ook gebouwd had. Omdat ik gewoon zo leuk vind, die stijl. Die stijl vind ik zo leuk. Maar deze keer met een stenen onderkantje, als een soort fundering, weet je. Binnen ziet het er allemaal heel klein uit. Zie je, tot je omhoog kijkt, dan is het echt mega groot. Heel veel ruimte dus, om dingen te verkopen. Dan ga ik jullie wat laten zien. Tijdens het bouwen van dit huis dacht ik, weet je, ik wil een keer gek doen. Ik wil hem krom maken. Ik wil een keer niet super symmetrisch werken. Dus wat ik heb gedaan, ik heb het dak, zoals je kan zien, heel apart gemaakt. Het is, aan de linkerkant heb je ramen. De rechterkant heb je geen ramen. Het dak loopt aan de linkerkant ook iets minder stijl omhoog. Iets boller. En de rechterkant loopt het heel stijl omhoog. Ik ben er heel tevreden mee. Het is gek. Maar omdat het dak daar ook lager is. En het daar dan wel weer met 3 is. Dan kan ik het veroorloven. En het hout loopt daar naar beneden. En dat loopt niet daar naar beneden. Ik heb gewoon een keertje een heel onsymmetrisch huis bewust gemaakt. Om te kijken, ja, hoe ik dat vind. Weet je. Want ik wil wel een beetje experimenteren af en toe. Ik wil niet consistent maar hetzelfde bouwen.
bouwen. Soms moet ik jezelf ook een beetje pushen. En dit is een van de eerste voorbeelden van het resultaat daarvan. Oh, en ik zie nu wel één dingetje. Dat ik nog heel even moet aanpassen. Ah, nee, ik land in het water. Kijk, ik heb daarvoor één trapdoor nodig. We helemaal naar boven. En dan landen wij hier. En dan moet ik zo doen. Kijk. Ja, dat is beter. Daar moest nog een trapdoor. Ik zag er heel leem dat één trapdoor dan het verschil kan maken, maar... kijken. Ja, die ene trapdoor daar is goed. Maar in ieder geval, heb ik hem heel onsymmetrisch gemaakt om mezelf een keertje te pushen. En mezelf een keertje gewoon te kijken wat ik wel en niet kan in Minecraft. Dus wie weet gaan we dit soort dingen meer zien. Als je het leuk vindt, laat weten. Als je denkt, nee Max, bouw gewoon lekker zoals... Nou, dat is ook niet echt een goed voorbeeld. Die is ook heel onsymmetrisch zoals je kan zien. Maar zoals die bijvoorbeeld. Dit is echt een heel symmetrisch huis. Of die hier in het midden. De makelaar is bijvoorbeeld echt het perfecte voorbeeld van symmetrie. Eigenlijk trouwens het grootste voorbeeld dat ik gewoon kan geven is letterlijk dat. Dat is een en al gewoon... De linkerhelft is precies hetzelfde als de rechterhelft. Maar goed, het ziet er leuk uit. Dus nu heeft de apotheek van Nathan, die heeft ook een buurman. Gaan we hem nog heel even dichtgooien, want ik wil nog even kijken of ik de laatste dingen toe kan voegen. Oh, trouwens, hier moet ook gewoon nog... Wow, hoe heb ik die gemist? Zo, hier moeten gewoon nog dinges, trapdoors op, zo. Nou, trouwens, deze hoef ik niet dicht te houden. Ik kan hem gewoon nu te koop zetten voor 20... Nou, laten we zeggen 25 diamonds, want dit ding is wel echt een joekeltje, dit. En het is een vrijstaand. Hij staat niet tegen een gebouw aan of zo. Je hebt gewoon van alle hoeken kan je het huis zien. Dus laten we hier 25 diamonds voor vragen en dan... zet ik hem niet in de makelaar terecht, omdat het een reservering is voor Julian. Want Julian's vuurwerk wordt nu namelijk nog steeds verkocht tegenover Post Pizzeria. In een winkeltje hier, kijk. Samen met de Glow Inksack. Maar dan kan hij hier gewoon alleen een Glow Inksack kraampje van maken. Julian heeft letterlijk de monopolie op vuurwerk. En het is een kraampje in plaats van een grote winkel. Dat is gewoon een keertje tijd dat dat veranderd werd. Laten we even Signs pakken, Glow Inksack en een rode die. En een kistje. Dan kan Julian hem overkopen. Sign, Glow Inksack, red die. Oh, meer heb ik ook niet nodig. Zo, huisnummer voeg ik nog even niet toe. Te koop. 25 dia. Reservering po. Betaal bij kassa. Makelaar. Ah, dat kan net niet. Hoe ga ik dit doen? Zo, makelaar. Ja, dit kan. Kijk, hoppa. Doen we zo te koop. 25 dia. Reservering po. Kassa is bij de makelaar naar rechts staan. Oh, dat pijltje wijst zelfs gewoon die kant op. Dan mag je zelf kijken hoe je het met deuren doet en zo, Julian. Dan ga ik je helemaal niet meer helpen. Net zoals dat dit hier binnen echt totaal niet mooi is of zo. Maar dan moet je naar het floor gaan natuurlijk. Oeh, daar ga ik zelfs een nieuw bordje bij zetten. En interieurwinkel is goede aanrader. Streepje Max. Zo, dan stuur ik ze ook nog eens door naar floor. Dan kunnen we samen even kijken of de prijzen een beetje kunnen... Althans, hoef ik niet eens de prijzen te delen. Dan kan ik gewoon gelijk, dan kan zij betalen. Krijgen en zo, weet je. Alright, dan is dat gedaan. Dan kan Julian, ik ga mijn berichtje achterlaten dat hij gewoon daarheen kan om het te kopen, dat zijn winkel klaar is. Ik twijfelde om ook nog, net zoals met de ijzerfabriek, een pixel art te maken van een vuurwerkje, dus dat daar een vuurwerkje zou hangen, maar dan zou... Ah, ik twijfel erover. Ik twijfel er eigenlijk stiekem nog steeds over. Misschien dat ik dat maar gewoon een keertje moet doen, dan daar ook nog een vuurwerkje maken, of dat Julian dat zelf doet, weet ik veel. Maar, dat is iets voor in de toekomst, dan wat ik nu ga doen. Even naar de interieurwinkel, want ik wil dat huisje daar, met de sandstone, wil ik een zandopslaghuis van maken. Dat ik daar gewoon al het zand wat de stad heeft. Iedereen die zand heeft, kan dat dan daar opslaan. En dan desnoods eruit halen wanneer nodig is. Zodat we een soort gedeelde zandopslag maken. Dat is leuk. Maar die mag Floor dan maken. Als in het interieur, dat ga ik niet zelf doen. Aanvragen. Beste Floor. Laten we even een boekje schrijven. Zo, we hebben een boekje geschreven. Beste Floor, ik heb twee nieuwe huizen gebouwd op de Dam. En nu wil ik dat ze alle twee worden omgetoverd tot een opslag, te zaakjes, van binnen. Ze zijn super klein, maar je kan uitbreiden door de binnenmuren te hakken. Het zijn twee huizen, Sandstone en Calcite. Het Sandstone huis wordt een zandopslag en het Calcite huis wordt een kleeopslag. Had ik jullie nog niet verteld, maar ik dacht, weet je, dan gaan we van die andere een kleiopslag maken. Twee blokken die we bijna nooit nodig hebben, maar die we dan toch mooi op kunnen slaan. Laat het er echt uitzien als een pakhuis / opslag en ook in het thema van het blok, weet je dat hier af en toe even kleiblokken liggen. Hier liggen wat zandblokken of sandstoneblokken of terracotta bij die andere. Weet je, verzin het. En stapels en van die pallets. Weet ik veel, verzin het gewoon. Laat maar een factuur achter in de brievenbus van de makelaar. Groet, walnoot en dan noemen we het Damhuizen. Sign en close boekjes. Met aanvragen kan je in deze barrel achterlaten. Gaan we doen. Hoppakee. Ik verwacht snel resultaat, Floor. En dat huis daar, dat moet jullie allemaal zelf bepalen. Die ga ik natuurlijk niet voor hem een aanvraag achterlaten. Zelfs voor deze en deze. Die worden natuurlijk nog gekocht door mensen. Zo, wat een heerlijke progressie is er weer geweest vandaag, jongens. Er is zoveel gebeurd. Vooral het interieur van de makelaar vind ik ook echt heel leuk. Dat we nu ook gewoon dit soort dingen te kopen hebben. Dit moet ik nu eigenlijk even updaten, deze map. Even kijken. Oeh, dat is die. Ah, en die ook. Oké. Of is het al geüpdate? Hé, dat huis staat er ineens op. Huh? Het is wel geüpdate! Ik heb even een brain fart. Sinds wanneer is dat een live update als je daarbij bouwt? Ik dacht altijd als je die maps maakt dat je ze dan opnieuw moet maken. Want het wordt niet live geüpdate. Oh my days, dat dat een ding is. Wauw. Oké, sick, dat bespaart me heel veel moeite. Dan hoef ik deze map eigenlijk nooit meer te updaten. Dan kan ik gewoon verder bouwen wat ik wil. En daar ben ik echt heel blij mee, jongens. Dat dat een ding is. Dan nu is het helaas tijd om deze video af te sluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Nogmaals bedankt voor de 200.000 abonnees, jongens. We gaan knijterhard, we gaan gewoon voor die 300.000 ooit.
Ik weet niet wanneer, ik ga er geen datum aan vasthangen. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even iets leuks of zo. En dan nu, kijk lekker het vorige Combat Fame video. Dit is het vorige deel. Heb je hem nou gemist, moet je hem even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. Van A tot B tot Z. Was trouwens de speurtocht. Leuke video. Nu spreek ik later, glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!